hebben over Usedom. Dat was in de jaren 30 een praktisch volledig verlaten streek. En daar woonde vrijwel niemand. Als u het van God verlaten wil noemen, mag het van mij ook. En op het meest noordwestelijke puntje van dat eiland Usedom heeft toen het Duitse leger een enorm testgebied gekocht. Voor de vrij schappelijke prijs van 750.000 Rijksmark. Dat was het testgebied bedoeld zowel voor de luchtmacht als voor het leger. Daar lag een plaatsje dat heet Peenemünde. En eigenlijk is dat testgebied wereldberoemd geworden. Tot op de dag van vandaag er is over geschreven. Er zijn films over gemaakt, zowel over de V1 als de V2 zijn films gemaakt. Kleurenfilms, ik kan ze u warm aanbevelen. Het is een beetje romantische flauwekul, maar toch. En er worden sommige dingen best aardig in beeld gebracht. Waarom is het zo beroemd geworden? Eigenlijk vanwege twee wapens die daar ontwikkeld zijn. Namelijk de V1 en de V2. Die V staat voor Vergeltungswaffe. Dus dat we zeggen, het idee was dat het een soort vergelding zou zijn voor de bombardementen die de geallieerden op Duitse steden hadden uitgevoerd. Zelf noemden de onderzoekers die dingen heel anders overigens. De V2 heet de Aggregaat 4. Maar ja, dat klinkt toch achteraf gezien wat minder dan V2, moet ik zeggen. En die twee wapens die hebben na de oorlog een enorme nachtwolks gehad. Laat ik direct constateren, de Duitsers hebben er werkelijk geen zak aan gehad. Het waren volkomen nutteloze wapens, anders kun je het niet beschrijven. Ik zal u zo ook vertellen dat, je leest altijd dat de nazi's er wonderveel van verwachten. En dat het een soort wonderwapens waren waarmee ze op de valreep de oorlog nog zouden kunnen winnen. Ik kan u verzekeren dat is helemaal niet waar. Hitler zei nog eens heel treffend over de V2. Het is gewoon een hele grote, hele dure granaat. En dat had hij goed gezien. Sterker nog, hij heeft zelfs in een heel laat stadium de hele zaak nog willen afblazen, maar daar is het toen niet van gekomen. Het is nuttig om meteen uit te leggen dat de twee wapens hemelsbreed van elkaar verschillen. De V1 is namelijk een soort cruise missile, een soort vliegende bom. De Duitsers noemen het ook een vlugelbom. En de V2 is een ballistisch projectiel. Dat wil zeggen, dat is een raket die praktisch loodrecht opstijgt en dan in een ballistische baan komt. En dat tenslotte weer neerstort met enorme snelheid. Ze hadden ook een windtunnel nodig waarin in feite windsnelheden van meer dan, duizenden kilometers nagedaan moesten worden. Ik denk eigenlijk dat de V1 wel een beetje als een historisch kneusje bekend staat. En dat de V2 natuurlijk achteraf gezien een groot succes was. Denkt u ook aan de twee kuifjesalbums waarin de V2 een prominente rol speelt, of althans het lijkt te spreken top. Dus ik wou maar met de V2 beginnen en dan doe ik straks iets over de V1. Terwijl de V1 eigenlijk ouder was dan de V2. De vaart is vanzelfsprekend alleen mogelijk wanneer je een hefvermogen kunt ontwikkelen waarmee je kunt onttrekken aan de zwaartekracht van de aarde. En ze hadden eigenlijk al vrij snel in de gaten dat een raketmotor, althans van aanzienlijke afmetingen, in staat zou zijn om je in de ruimte te brengen. En daar ging het Wernher von Braun in allereerste instantie op. Waarom is hij dan in zee gegaan met die nazi's? Nou ja, sowieso natuurlijk, de hele bevolking vond die nazi's wel aardig. Als er verkiezingen waren geweest in 1938 zou Hitler ongetwijfeld een kapitale verkiezingsoverwinning hebben bereikt. Een paar jaar later misschien iets minder. Omdat het natuurlijk de nazi's Wernher von Braun in staat stelde om dat peperdure researchprogramma wat noodzakelijk was te financieren. De enigen die bereid waren om dat te doen waren de militairen. Zo goed als later in Amerika, de enigen die bereid waren om dit soort van dingen te financieren waren de militairen. Dingen waar je in eerste instantie niet zoveel aan leek te hebben. Von Braun was een bolle boosje. Hij is al jong gepromoveerd op vloeibare brandstof voor raketten. Die hele vloeibare brandstof, dat is een problematische zaak, want dat zijn zeer agressieve mengsels die vaak onder zeer hoge koeling in dat apparaat gepompt moeten worden. En na de hand is ook wel gebleken dat vaste brandstof voor raketten eigenlijk veel handiger is, want dan kun je ze opslaan zonder al te grote problemen. Hier, dat was de V2. En de nazi's hebben ook al in de late jaren 30 toestemming gegeven om een productiehal te bouwen waar uiteindelijk dat ding zou kunnen worden geproduceerd. Van die V2 zijn tenslotte ongeveer 10.000 exemplaren geproduceerd, maar helemaal niet in die productiehal die zij daar voorzien hadden. Want Peenemünde is in 1943 zeer effectief gebombardeerd door de Engelsen. Dat is op zichzelf al een wonder, omdat de Engelsen meesters waren in het bombarderen van objecten die eigenlijk niet op de bombardementslijst stonden. Ook in Nederland kunnen we daar tal van aansprekende voorbeelden van geven. U heeft geen idee hoe moeilijk het is om met een bom iets te raken wat u wilt raken. Dat is eigenlijk pas sinds zeer kort mogelijk als gevolg van de wonderen van de GPS en de moderne elektronica. In de Tweede Wereldoorlog was het volstrekt onmogelijk om met een bom iets te raken wat je wilde raken. U wordt al blij zijn als de bom in een cirkel van 10 kilometer in de buurt van het doel viel. Dat is de hoofdreden dat de Engelsen al heel spoedig zijn overgegaan tot het bombarderen van steden. Want die kun je wel vinden meestal. Nou ja, het moet ook weer niet te klein zijn natuurlijk, maar grote steden zijn ideale objecten. Want als je ongeveer op de hoogte bent van die stad, laat je de hele handel vallen en dan raak je altijd wel wat. Daar komt het op neer. En in die zin was natuurlijk die V2 zijn tijd ver vooruit. Want je kon ook die V2 niet gebruiken voor precisiebombardementen. In de V2 kon ongeveer 1000 kilo springstof. Je schoot dat ding af. Merkwaardig genoeg zijn de meeste V1's en V2's uit Nederland afgeschoten. En dan was het maar afwachten geblazen of dat ding ook inderdaad op een object viel waarbij het enige zin had. Er zijn ongeveer 600 V2's op Londen terechtgekomen. En daarvoor kun je echt maar één ding zeggen. Als je toevallig aanwezig was op de plek waar die neerkwam, dan was je de klos. Maar als je 3 huizen verder woonde, dan viel het meestal gewoon nog mee. Dat wil zeggen, de effectiviteit van het wapen was uiterst beperkt. Zeker gezien het feit dat het ding hartstikke duur en ingewikkeld was om te bouwen. Goed, wat is er gebeurd na dat Engelse bombardement van Peenemünde in 1943? Toen is men de V2 uiteindelijk in Syrië gaan bouwen in een wonderlijke locatie, die heet Mittelbau-Dora. En dat was een hele grote ondergrondse fabriek in het Hartsgebergte. Daarbij werden krijgsgevangenen, slavenarbeid werd daarbij gebruikt. En volgens de berekeningen zijn er meer mensen omgekomen bij de productie van de V2 dan als gevolg van het gebruik van de V2. Ja, wat op een curieuze wijze eigenlijk symbolisch is voor alles wat het Derde Rijk tot stand heeft gebracht. Namelijk niets dan onbeschrijfelijke ellende, meestal op gebieden die niet direct bedoeld waren. Zo is het met de V2 gelopen. Ik zei er al, het zijn er over 10.000 gemaakt. Er zijn er 3.000 afgeschoten, dus er waren er aan het eind van de oorlog waren er nog 7.000 over. Ik zal u zo vertellen wat daarmee gebeurd is en wat er gebeurd is met Wernher von Braun. Die natuurlijk niet in zijn eentje dat hele ding heeft ontworpen. Dat is een ongelooflijke complexe engineering job om zo'n ding te maken. Hij had ongeveer 200 zeer hooggeschoolde medewerkers. En je kon toen op aan van Duitse universiteiten. Dat waren de beste universiteiten ter wereld. Dat zijn ze. Tegenwoordig heb je hele goede Duitse universiteiten, daar niets van af. Maar de Duitse universiteiten zijn nooit meer de wereldtop geworden die ze voor het Derde Rijk en heel eventjes tijdens het Derde Rijk nog waren. Waar je kunt zien wat een enorme lange termijn invloed niet waar die afschuwelijke opvattingen en de stomzinnigheden van het Derde Rijk uiteindelijk ook voor Duitsland hebben gehad. Maar eerst even terug naar de V2, want die heb ik even laten rusten historisch gezien. De V2 was, wat ik u al zei, een soort cruise missile, een vliegende bom. Die werd aangedreven door een straalmotor. Je leest ook overal, het was het eerste onbemande straalvliegtuig. Ja, dat is inderdaad waar. Dan heb ik nog wel een nieuwtje voor u. En tijdens de testfase van de V1 bleek het ding zo ongelooflijk wispelturig in zijn vluchtpatroon. Hij vloog alle kanten op. En die ingenieurs begrepen niet precies waarom dat zo was. En toen hebben ze een bemande V1 gebouwd. Ik geloof zelfs dat die ooit door een vrouw is gevlogen, maar daar moet ik me nou niet aan vasthouden. Ik meen me uit de Engelse film over de V1, die de wonderlijke titel had Missiles from Hell. te herinneren dat hij door een vrouw werd gevlogen. Zo zijn ze erachter gekomen waarom die zo instabiel was in de lucht. Veel hebben ze het niet verbeterd, maar wel iets in principe. Die van die V1 zijn er ongeveer 30.000 gebouwd. Zeer grote aantallen ook afgeschoten. In allerlei opzichten was de V1 een nog klunziger wapen dan de V2. Want hij kon eigenlijk betrekkelijk makkelijk uitgeschakeld worden. Dat komt door middel van luchtdoelgeschut. Maar er was ook een methode, de meesten van u hebben mij al gevraagd of dat waar was. Ja, dat is inderdaad waar. Waarbij een snel jachtvliegtuig, de V1 vloog iets boven de 600 km/u. Kijk, de V2, daar kun je maar niks aan doen, want die vliegt uiteindelijk zo'n 5000 km/u. Dat is heel lastig bij te houden, dat begrijpt u wel. Maar de V1 kon de snelste jachtvliegtuigen van de geallieerden. De Spitfire, de Mustang en de Tempest konden de V1 redelijk bijhouden. Zelfs inhalen in principe. En dan was de mop dat je met je vleugel eigenlijk een klein tikje gaf op dat hele lullige korte vleugeltje van de V1. En dan raakte die volledig uit balans en dan tolde die naar beneden en dan was het klaar. Moedig waren, dus als je dan met je vleugel er tegenaan kwam, blies je je eigen vleugel eraf. Wat natuurlijk toch wel vrij vervelend is. U zult zeggen, waarom schoten ze die dingen niet neer? Omdat de kans dat dan die explosieven tot ontploffen kwamen vrij groot was. En dat kon toch een zodanige turbulentie veroorzaken dat dat voor de vliegtuigen die dat moesten doen een groot probleem was. Maar luchtdoelgeschut was ook zeer effectief. Uiteindelijk is slechts een heel klein deel van die V1's ergens terechtgekomen. Want bij de V1 was het simpelweg zo, als de brandstof op was, viel die naar beneden. En ja, dan was het maar de vraag of dat net op een plek was waar het zinvol was om naar beneden te vallen, althans en vanuit militair perspectief gezien. Dus ja, die V1 en de V2, dadelijk weer verder over de V2. Die V1 is pas een nuttig wapen geworden toen de Amerikanen begonnen zijn aan de ontwikkeling van een cruise missile. Daar zijn ze ook al vrij snel na de Tweede Wereldoorlog mee begonnen, maar ze zagen eigenlijk direct dat het lastig was om dat ding zo te programmeren dat hij een heldere koers voer en ook daadwerkelijk iets kon raken waarvan het zinvol was om het te raken. En pas met de ontwikkeling van de moderne elektronica en natuurlijk dat geopositioneringssysteem is het mogelijk geworden om cruise missiles met een enorme precisie ergens terecht te laten komen. Ik weet niet of u het zich nog herinnert, die cruise missiles die via het stratenplan van Bagdad naar hun doel vlogen. Hij hield keurig de grote boulevards aan en ik wil niet zeggen dat ze stopten voor de stoplichten, maar daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Je kunt stel voor dat deze bus zou zijn uitgerust met een cruise missile, dan kunnen we er moeiteloos eentje afschieten die nog lang voordat wij er zijn in Usedom het museum raakt. Maar dat gaan we natuurlijk ook niet doen. Dus eigenlijk zowel de V1 als de V2 moet je constateren waren eigenlijk wapens die hun tijd zo ver vooruit waren dat er geen technologie aanwezig was om ze ook op een nuttige manier te gebruiken. En die hebben we tegenwoordig wel, maar ja, we weten allemaal wat voor effecten dat in principe kan hebben. Nu door met Wernher von Braun en zijn ploegje. Toen de Russen naderden, dat begrijpt u ook wel, hadden ze helemaal geen zin om zich aan de Russen over te geven. En zij waren zich zeer wel bewust, terecht overigens, van het feit dat de Amerikanen en de Russen enorme belangstellingen zouden hebben voor de technologie die zij als enigen in de wereld onder de knie hadden. Namelijk de bouw van een relatief grote en relatief succesvolle raket. Ook al kon je hem dan niet precies richten. Dus Wernher von Braun en zijn team hebben zich uit de voeten gemaakt. En die hebben zich na enige onderhandelingen overgegeven aan de Amerikanen, ik geloof ergens in Beieren. En die zijn meteen op het vliegtuig gezet en min of meer direct aan het werk gegaan in de Verenigde Staten. Met de rest van het personeel, laten we maar zeggen het B-team, om het maar zo te noemen. Wernher von Braun en zijn kornuit, dat was het A-team, zijn in Russische handen gevallen. En vrijwel alle resterende V2's, plus de productiefaciliteiten, zijn ook in Russische handen gevallen. Die reekvloed, dat was eruit gerold wist niet dat het op de grond lag en is begonnen aan de boodschap uit te zenden die hij eigenlijk vanuit het wereldruim had moeten uitzenden. Want aanvankelijk hadden die kunstmanen eigenlijk geen enkele andere functie dan een propagandafunctie. Ik geloof dat de eerste Chinese kunstmaan aanhoudend het lied Het is rood in het oosten voortbracht. Op zichzelf een vrij nutteloze zaak natuurlijk, dat begrijpt u ook wel. Het gekke was dat Wernher von Braun en zijn kornuiten waarschijnlijk als gevolg van talent, competentie, Duitsigheid, wat je het ook maar wilt noemen, eigenlijk een heel belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de eerste militaire raketten. Dus toen die Vanguard alsmaar omviel, werd er in Amerika gezegd: waarom gebruiken we eigenlijk niet die raket die de Duitsers hebben ontwikkeld? Toen heeft de Amerikaanse regering gezegd: nee, dat kunnen we absoluut niet doen, want de hele wereld zal zeggen dat wij een nazi-raket hebben afgeschoten. En dat zou ook in principe juist zijn geweest. Wernher von Braun en zijn medewerkers zijn overgestapt in 1958 van een militair programma naar de net opgerichte NASA. En toen kon Wernher von Braun waarschijnlijk tot zijn intense, totale geluk gaan werken in principe aan ruimtevaart. Want daar was de NASA in principe voor bedoeld. Die verkoopt is als een middenklasse auto en dat doet enorm nuttige waarneming. Veel nuttiger waarschijnlijk dan de mens zou kunnen doen altijd. En dat die man, dat die Kuipers in een baan om de aarde is geweest, is wollig voor Kuipers. En met name ook voor de lezingen die hij houdt. Maar het is totaal nutteloos. Het onderzoek met het ISS wordt algemeen beschouwd als tweederangs, zo niet erger. Kunstmanen, alle onbemande vluchten van welke aard dan ook, zijn van ongekende nuttigheid. Denk dus ondanks aan die vlucht langs onze nepplaneet Pluto en de prachtige foto's die we daar aan danken. Wernher von Braun is met zijn team, plus natuurlijk nog een hoop Amerikanen dat wel, de ontwerper geweest van de Saturnus 5 raket. Een raket ongeveer van de afmetingen van de Utrechtse Domtoren. Giet-Titula heeft er ook nog eens een kartonnen Saturnus 5 naast gezet in Utrecht. Dat was hoogst curieus. En dan kon je met een lift naar boven, maar ik geloof dat die een keer naar beneden is gevallen, die lift. Mijn vervelende resultaat. Zodoende heeft Wernher von Braun uiteindelijk, hij was van 1912, dus ja, wanneer was de eerste landing op de maan, die was van 1969, dus hij was 52 toen zijn grote droom in vervulling is. Hij is niet oud geworden, hij is in 77, is hij overleden. Maar je kunt hem met enig recht en reden beschouwen als in technologische zin als de vader van de moderne Amerikaanse ruimtevaart en deels misschien ook wel van de moderne Russische ruimtevaart. Nu nog even over die nazi's, want ik had u al verteld dat Hitler die V2 beschouwde als een hele grote, hele dure granaat. Dat had hij heel scherp gezien natuurlijk. Het gekke van Hitler is dat je vaak denkt hij is gek, maar dan even later iets lezen denk hij is helemaal niet gek. Ja, een heel complexe zaak. Je hebt wel meer mensen die last hebben van die kwaal, maar bij hem is het wel heel sterk ontwikkeld. En dan zult u zich afvragen, waarom hebben ze zo ongelooflijk veel geld en inspanningen gestoken in de ontwikkeling van die V1 en die V2? Omdat ze zelf heel goed inzagen dat het geen enkel nut zou hebben voor het verloop van de oorlog. Er zal tenslotte ook nog iets verschrikkelijks aankaarten wat niet gebeurd is. Maar kort. U moet het denk ik best de V1 en de V2 beschouwen als symbolische wapens. Een van de lui die er in de top van de nazi-partij het meest opgesteld was Goebbels. Want die kon er wel iets van pakken. Die zei, ja, dat zijn wonderwapens en wie weet. En dan doen we ook nog eens iets terug tegen die vuile, gemene klote geallieerden die ons zonder enige reden zijn komen bombarderen. Nou ja, dat werkt. Dat was eigenlijk de rol van die. En bovendien kon je ook in feite de mensen in Engeland, en er zijn ook een hoop op Antwerpen gegooid, die kon je bang maken. Want ze maakten hele enge geluiden, zowel de V1 die een wonderlijk pruttelgeluid maakte, en de V2 maakte een heel merkwaardige, tragisch schreeuwend geluid als die naar beneden kwam. Wordt dat prachtig beschreven in een bekende Amerikaanse roman, Gravity's Rainbow. Dat begint eigenlijk met de schreeuw van de V2. Dus propagandistisch, symbolisch waren het wel nuttige wapens. En de nachtkoers van die wapens is dus ook enorm geweest. Als u erover na hebt zitten denken terwijl ik dit verhaal houd, dan heeft u natuurlijk gedacht dat die wapens alleen nuttig zouden zijn geweest wanneer de Duitsers hadden beschikt over een eigen nucleair wapen. Denkt u aan de twee Amerikaanse nucleaire wapens die precies op tijd klaar waren om de Japanners eraan te herinneren dat ze ze beter konden overgeven. Ja, dat is ook eens een eigenaardige zaak tussen haakjes, dat de Japanners zichzelf steeds opstellen als slachtoffers van de ongekende, bestiale, vulgaire gemeenheid van de Amerikanen. Maar ze hadden maanden eerder kunnen capituleren en ze bleven maar zeiken en zeuren. Dat leger wilde niet capituleren, dat had een soort suïcidale inslag, als u het zo wilt noemen. Dus in die zin hebben ze dat wel een beetje aan zichzelf te danken, wat natuurlijk het voor de slachtoffers geen haar minder tragisch maakt. Al zou je kunnen verdedigen dat de effecten van de twee atoombommen van een zodanige aard waren dat daarna die wapens nooit meer zijn gebruikt. Ik kan u geen voorspellingen doen op dit punt, maar ze zijn sinds die tijd niet gebruikt. De Duitsers, moeten we constateren, hebben op het gebied van het ontwikkelen van een nucleaire wapen eigenlijk er niets van terechtgebracht. Als Fritz Todt is naar beneden is gevallen en Speer wordt chef van zeg maar de militaire logistiek van het Derde Rijk, dan is een van de allereerste dingen die hij afblaast is het nucleaire onderzoek. Dat vond wel plaats, maar ze hadden niet de juiste richting, ze hadden niet de juiste technologische oplossingen en ik denk ook eigenlijk onvoldoende geld en middelen om dat te doen. En dan nog, denkt u even aan de V2, denkt u even aan de V1. En denkt u dan bijvoorbeeld aan de allereerste nucleaire bom van de Amerikanen, die heet niet voor niks Fat Man. Als u er ooit een plaatje van heeft gezien, dan zouden er 30 V1's nodig zijn geweest met het daartussen een net gespannen om dat ding over te brengen naar Londen. Dat was volstrekt ondenkbaar geweest. De miniaturisering van nucleaire wapens is een relatief late ontwikkeling en hangt samen met het feit dat je een A-bom, een waterstofbom, makkelijker kunt miniaturiseren dan een A-bom, een uranium- of plutoniumbom. Dus het was met dat Duitse nucleaire wapen nooit wat geworden. Godzijdank, want natuurlijk een V2 met een nucleair wapen zou de meest dramatische effecten hebben gehad. Hitler was het soort van iemand wat dat ding ruksigloos, niet voor niks is dat een Duits woord, zou hebben gegooid op, weet ik veel, Londen of Amsterdam of... waar hij dat ding ook maar had willen gooien. Dus de V1 en de V2 zijn weer klassieke voorbeelden van, hoe zal ik het zeggen, de engineering aardigheden van de Duitsers. Het feit dat ze het leuk vinden om nieuwe technische dingen te maken. Denk je ook aan dat softwareprogrammaatje van Volkswagen. Dat is natuurlijk schandelijk. Ik zag gisteren die jonge Klaver van weet het wel, hoe links de staf erover breken, ongetwijfeld wel terecht. Terwijl het mij dan wel een beetje amuseert dat ze dat bedacht hebben. Dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar dit is een vrij klein publiek, er zijn geen camera's aanwezig. Dus mijn eerste reactie dat dag was wat lollig. Zouden we nog meer dingen kunnen verzinnen die we er softwarematig in kunnen stoppen? Goed, dit is wel zo'n beetje alles wat er te vertellen valt over Usedom. En dat terrein daar, daar is vrijwel niets over voor zover ik het heb begrepen van wat er ooit was. Er is dus een hoop door de Engelsen al in elkaar gegooid en ook heel veel is naderhand door de Russen opgeruimd. Want het is natuurlijk in handen van de Russen gevallen. Maar dat neemt niet weg dat we gaan naar de geboorteplaats van twee militaire technologieën. Het zijn heel verschillende technologieën. In de 20e eeuw en in die zin is dat een historische plaats van enig gewicht. Ik ben zelf erg benieuwd of je er toch nog iets van kunt zien. Je moet bijvoorbeeld om de V2 af te schieten, moet je een fabriek hebben om zuurstof vloeibaar te maken. Of daar nou ook nog iets van over is, dat weet ik dus niet.